Paarden in de box. Standby, startgevallen. Afgesprongen voor de Emirates Breeders Program nummer 1 van dit jaar. En het is Suman Dea die de leiding heeft genomen. Bianchi Dea dicht daarbij. Op anderhalve lengte volgt dan Enoma Almili. En laatste van het peloton is Flying High. Door de eerste meters langs de finish met nog een mijl te gaan. De twee Dea'tjes die vechten het uit aan de binnenkant. Suman Dea. Die heeft nu een driekwart lengte voorsprong genomen aan de buitenzijde Bianchi Dea. En daarachter volgt dan de nummer 4 Flying High. En dan is het Enoa Almili als de paarden de overzijde van de baan op gaan zoeken. Met nog altijd Suman Dea. Suman Dea is de leider. De deelnemers zijn aan de overkant. Suman Dea. Daarachter is het de nummer 3 Bianchi Dea met aan de binnenzijde Flying High. En daarachter dan Enoa Almili. Langs het laantje van Jochems. De paarden gaan richting laatste bocht. En nog altijd Stefan François met zijn Suman Dea die het veld de weg wijst. Tweede positie voor Bianchi Dea. Daarachter volgt dan Flying High. En Enoa Almili is aangesloten laatste. Paarden in de bocht. In de laatste bocht nu. 800 meter van huis. Met nog altijd Suman Dea. Suman Dea, soeverein aan de leiding. Twee lengte voorsprong. De tweede plaats is voor Bianchi Dea. Daarachter ligt in derde stelling dan Flying High. Die nu gepasseerd wordt door Enoa Almili die met de opmars bezig is. En dat is de situatie als de paarden de laatste bocht doorkomen op weg naar de laatste rechte lijn. Suman Dea speelt pakma als je kan. En dat is ook de juiste tactiek voor een opkomende Enoa Almili. Die zeker een claim wil gaan zetten op leidende positie en op de winst. Ook aan de buitenzijde Flying High meldt zich in het gezelschap. En Bianchi Dea weet zich nu in laatste stelling. Zo komen we langs de intersectie van de banen met nog 400 meter te gaan. En het is Suman Dea die nog altijd leidt. Maar wordt aangespoord door Stefan François. En Esther Weismeyer ruikt bloed. Want ze komt met Enoa Almili dichter en dichterbij. Zes lengte daarachter is Flying High geklopt. En dat geldt ook voor Bianchi Dea. De paarden komen dan nu de laatste 150 meter in. En het is nog altijd Suman Dea. En Suman Dea gaat er ook wil het afsluiten. Op de tweede plaats is het Enoa Almili. Daarachter Flying High. En 4 uit 4 wordt Bianchi Dea.